Hoe meer je ergens op focust, hoe meer dat er ook is. En hoe meer aandacht je hebt voor alle problemen, hoe groter die problemen worden. En de positive inquiry draait dat eigenlijk om. Die zegt van, hey, we moeten niet onderzoeken wat er mis is. We moeten juist onderzoeken wat er goed is. Waarderen in wat er is en wat er kan ontstaan. Zonder oordeel. Dat is een verschuiving van negatief naar positief naar je kern. De positieve ervaring van de organisatie, van het team en van het individu. En dat ga je onderzoeken en daar ga je van leren. Positive inquiry heeft enerzijds een filosofie, een soort van grondhouding, hoe je naar de wereld en naar mensen kijkt. En anderzijds zit er een heel methodische, stapsgewijze aanpak in. Dus de meeste organisaties of een team of een gemeenschap komt vaak met een probleem aan. Die zegt, nou, er is een slechte sfeer of we werken niet genoeg samen. En de positive inquiry kun je juist op zulke soort vraagstukken, die in de interactie in het systeem zitten, kun je aanpakken om daarmee gezamenlijk op zoek te gaan naar de gewenste eindoplossing. Iedereen heeft zijn eigen bijdrage aan het geheel. En juist die verscheidenheid zorgt voor synergie. Ik vind dat het hier heel mooi naar voren komt. In deze training ervaar je vooral hoe een positive inquiry werkt, door gewoon alle stappen zelf te lopen. We reflecteren op het proces waarmee je dus ervaart hoe het werkt voor jou, maar ook hoe het voor andere mensen werkt. En aan het eind loop je dus weg met eigenlijk een hele complete toolbox om met een team of met een gemeenschap of met een organisatie de positive inquiry te doorlopen en het echt uit te voeren. Het bijzondere vind ik wel vanuit het proces wat we hier meemaken, dat je aan het begin niet kunt bedenken wat er uiteindelijk gaat ontstaan en wat er daarin gebeurt in die weg daar naartoe. Ja, dat vind ik fascinerend.